Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag, geen maandag. Normaal begin ik altijd de weekvlog op maandag, maar vandaag even niet. In ieder geval, als je heel veel zin hebt in deze vlog, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Oké, het is vandaag dus dinsdag. Het is al 4:15. Ik kom net terug van stage. Ik was gisteren de hele dag ziek. Dus toen heb ik helemaal niks meer gefilmd. Ja, dus toen dacht ik, ik ga ook niet de vlog openen en ik voel me nu ook nog niet helemaal lekker. Alleen, ik had vandaag stage en ik ging lesgeven, dus ja, was wel belangrijk om gewoon te komen. En ja, in de ochtend kan ik gewoon uit dat filmen, want ik moet er om 8:15 of zo zijn. Ik ga nu in ieder geval wat eten maken. Het ging vandaag echt veel beter dan vorige week, dus ik ben helemaal blij. Wat ik aan had was een zwart shirt en een spijkerbroek. En ik ga nu even wat eten maken. Ga ik vanavond koken voor mij en mijn broertje. Mijn vader is er niet. En ik heb echt zoveel hoofdpijn omdat ik zo weinig drink als ik de hele dag voor de klas sta. Niet ook de hele dag voor de klas sta, maar je snapt wat ik bedoel. Dus ik ga even een flesje water vullen. Even in bed chillen. Even wat eten maken en ik ga even kijken wat ik nog precies ga doen. Deze week wordt wel wat minder boeiend, denk ik. Tenzij ik opeens allemaal leuke plannen krijg. Het is inmiddels een paar uur later. En ik heb er echt super lang geslapen. Echt, ik val zo makkelijk in slaap de laatste tijd. Het is echt niet normaal. En ik ben nu eten aan het maken. En ik ga deze maken van Wereldgerechten. Wat ik nu aan het doen ben is de... Ik zie er echt niet uit. Is even de kipfilet... De kipfilet blokjes even marineren en zo. En dan ga ik dit even afmaken. Oké, het is vandaag woensdag en ik weet nou niet zo goed of ik vanochtend heb gefilmd, maar ik had in ieder geval heel veel haast, want ik moest om 8:00 op die basisschool zijn om een workshop te geven over plastic soep. En ik had daarna had ik gelijk afgesproken om met een vriendin in de stad, maar dat had ik volgens mij wel verteld. En dan gaan we even lekker lunchen en ik ga een foto maken van het blouseje van Naked, die kan je in de vorige vlog zien. Die is namelijk nieuw. Dus ik ga nu eventjes in de auto dus. Want ik hoop dat niemand kijkt. Ga ik dus even dat blouseje aandoen. En dan even lunchen, foto's maken. Dus heel veel zin in. Dus dat zal ik even filmen in de stad. Oké, we zijn terug uit de stad. Ik ga heel even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. En ik moet zo even die foto's... Ik heb foto's gemaakt van deze Naked blouse. Dus leuk. Oké, oorbellen gekocht bij Lucy's. Ik word er altijd helemaal gek van. Ik heb een nieuwe camera, hè? Volgens mij moet ik ze gewoon... Ik ga ze gewoon indoen en dan... Wat ga jij doen, bedoel ik? Oké, zo... En bij de Pull & Bear dit mega leuke rokje. Die je ook bij de Zara hebt. En we kwamen erachter dat je echt letterlijk alles overal hebt. En een flarebroek van de Sting met een split voor. Maar die ga ik sowieso heel vaak aandoen. Dus die ga je nog wel zien. Let's go. Oké, mijn oorbellen zitten er allemaal in. Ik vind ze echt heel erg leuk. Ik moet alleen nu werken. Dus ik ga mijn ringen afdoen, werkkleding aan en dan ga ik weg. En dan naast... Zo na werk een verslag maken voor school. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik heb me helemaal klaargemaakt. Ben ik scherp. Wat ik aan heb is deze trui van Tommy. En ik heb dus mijn nieuwe zwarte broek aan. Oh, je ziet dan wel mijn voeten nu, maar oké. Met een split aan de voorkant. Echt heel erg leuk, heel origineel ook. In ieder geval... Ik ga nu even mijn sokken aandoen. Dan ga ik met de auto naar school. Want ik heb dus maar 2 uur les. En na die 2 uur moet ik 6 uur lang werken. Dat had ik gevraagd. Omdat ik graag wat meer wil werken. Omdat ik binnenkort ook op vakantie ga.
En daarna moet ik gelijk mijn verslag eraf maken. Ik wilde hem gisteren afmaken, maar ik was zo moe. Dus het lukt dan gewoon echt niet. Dus dat is wel een beetje stom. In ieder geval, op school moet ik volgens mij werken aan het project. Ik zal denk ik wel even iets filmen gewoon met mijn telefoon. Maar dat weet ik niet heel zeker, want ik weet niet of dat kan. Want het is wel gewoon een les. In ieder geval, ik ga nu mijn schoenen aandoen. En dan zien jullie mij denk ik pas na werk. Ik weet het niet. Oké, ik ben alweer een tijdje thuis. En het is inmiddels 7 uur volgens mij. Ik had dus eerst school en daarna ben ik de hele dag gaan werken. En ik ging gelijk door. Dus daarom dat ik helemaal niks meer heb gefilmd. En volgens mij gaat het zo'n saaie vlog worden. Want ik zou dit weekend dus echt allemaal leuke dingen gaan doen en uitgaan. Alleen het bericht is online gekomen over dat evenementen boven 100 personen worden afgelast vanwege het coronavirus. Wat ik echt volledig begrijp hoor. Dat begrijp ik echt volledig. Alleen morgen hebben wij dus ook een bezoek eigenlijk aan het... ik ging ook eten maken. Ik zit een beetje weer te veel te kijken. Zouden we naar het museum gaan met school voor een eindopdracht. Maar dat gaat dus ook niet door. Dus ik moet vanavond nog wel even iets afmaken. Maar ik hoef het niet te presenteren in ieder geval. Nou, wat ik nu ga doen is weer koken. En ik ga deze maken met paprika, kip en met rijst. Dus dat eigenlijk... En ik heb nog steeds hoofdpijn. Daar word je ook niet goed van. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik heb gisteren het nieuws gekregen. Dat ik tot 1 april vrij ben. Want alle hogescholen gaan dicht. Dus chill, maar ook weer niet chill. Want ik wil echt geen studievertraging oplopen. En ik weet niet wat er precies gaat gebeuren. Ik weet niet of mijn stage doorgaat. Wat er met toetsen en zo gaat gebeuren. In ieder geval, we moeten maandag wel iets inleveren via de mail. En dat soort dingen gaan natuurlijk wel gewoon door. Dus ik ga zo meteen met Voske en met Floor afspreken. En dan gaan we daaraan werken. En dan gaan we ook nog even wat eten halen en allemaal dat soort dingen. Dus ik heb net opgemaakt. En we zouden dus eigenlijk vandaag naar het museum gaan. Wat dus nu niet doorgaat. Omdat alle evenementen boven de 100 personen, dat mag niet meer. Ook niet meer uitgaan. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. In ieder geval, ik snap het echt volledig hoor. Dus begrijp me niet verkeerd. Alleen, ja. Ik ben benieuwd wat ik deze komende tijd ga doen. Ik hoop dat ik wat meer kan werken. Dat zou heel chill zijn. Dus dat. In ieder geval, ben mijn ringen dus even aan het omdoen. En ik ga zo meteen even naar mijn moeder. En dan spreken we daar af. En dan gaan we daar even aan werken. Dus ik pak nu even mijn tas in. En dan ga ik er vandoor. Wat ik aan heb is een zwart shirt. Met een flare broek met een split. Met een split aan de voorkant. Maar ik ga denk ik ook nog even een jasje overheen doen. Dus dat. En dan zien jullie mij zo meteen. We kunnen wel een McDonald's mukbang doen. Ja. Over de Pabo. Ik heb echt zoveel zin in McDonald's. Ja, ik dan. Oké, Floor en Voske zijn bij mij. En we hebben ons verslagproject identiteit afgerond. Ja, ze zijn bijna klaar. Ik heb het als eerste ingeleverd. Nee, maar ik dacht echt dat ik als allerlaatste ging zijn. Ik had vanochtend om 7 uur mijn wekker gezet omdat ik dacht we gaan er niet meer aan werken. Ja, ik dacht niet dat ik om 7 uur. Ja, omdat ik kreeg het gisteravond echt niet meer af. En ik dacht, jullie hebben alles al af, dus ik moet nu nog in de ochtend. Oh, ja, dat deed ik. En toen ging ik die kijkwijzer, dacht ik, oh, dat heb ik in 5 minuten ingevuld. Maar ik ging weer te veel, zo van, wat moet ik hier eigenlijk invullen? Oké, en we gaan zo meteen Mackie halen. Je kunt ook hier opeten. Gaan we daar zitten? Je kunt ook halen en hier opeten. Ik wil ook daar zitten. McDonald's gevoel. Je hebt daarboven moeten dan zitten. Yeah.
We zijn naar de Mackie geweest. Dit zijn zin van alles anders. En wat we gaan kijken is de nieuwste aflevering van Temptation Island. Aflevering 5. We hebben er zin in. Wat vind je het leukste stel? Karim? Ja, misschien wel. Nou, ik weet het niet eigenlijk. Nee, alleen om Karim. Ja. Okay. En te weten is niet... Drie dagen niet gefilmd of zo? Of heb ik... Nou, ik denk dat ik vrijdag nog wel iets heb gefilmd. Oké. Jezus, wat zie ik eruit. Ik heb gisteren, zaterdag, de hele dag gewerkt. En vandaag, zondag, de hele dag gewerkt. Hoezo komt het dat je de hele dag moet werken? Nou, ze hebben natuurlijk helemaal mensen nodig. Er zijn ook mensen ziek bij jullie en zo. Nou, wel een beetje, ja. Dan mag je maar... gelijk niet komen. En ze hebben er heel veel mensen nodig. Alles is natuurlijk leeg. En, ja. Maar ja, ik dacht zondag werken. Weet je hoe chill dat is? Dat is echt niet normaal chill. En vandaag heb ik ook de hele dag gewerkt. En nu is het dus zondagavond. En net is het bericht online gekomen dat we tot 6 april vrij zijn. En dat je niet meer mag uitgaan. Alle horeca is dicht, alle basisscholen. Dus ik heb ook geen stage meer, helemaal niks. Ik vind het ook altijd een raar de mensen die gisteravond uitgingen. Ja, fucking belachelijk. Ik vind het... Maar weet je wat het is? Mensen hebben echt geen besef. Want straks nou, wordt je vader ziek of zo. Dat soort dingen. Ja. Nou ja. Mensen denken alleen maar aan zichzelf. Nee, dat is echt zo. Maar ik denk dat mensen... Ik vind het ook wel goed dat al die influencers nu al die berichten en zo delen. Okay. Want daar zijn wel mensen die daarnaar luisteren. Ja, maar ja, hoe heet het? Even ik zijn nog wel even samen. Ja, dat vind ik anders bij mij thuis. Ook wel. Het is gewoon dat als jij in een openbare ruimte zit, dan... Ja. Dus met je gewoon iedereen. Ja, is ook zo. En we gaan Love Island Marathon weer doen. Dus we gaan even... We zijn nu bij aflevering. Ik heb geen idee. Maar ik vind het heel chill, want ik weet echt nog helemaal niks. En ik, ja... De sensatie mag komen. Zou ik ook nog iets anders drinken pakken? Ja, dat kan. Ja? Oké. Okay. En ik ga morgen denk ik wel de vlog werken, maar ik moet morgen ook weer van 12 tot 8 werken. Jij gaat wel echt dikke... Ja, ik ga echt heel veel verdienen. Het is echt ziek. Oké, het is inmiddels al een paar dagen later. En hierbij ga ik ook de vlog afsluiten. Ik moet de vlog nog bewerken, want ik had het echt heel erg druk. En er zijn zoveel dingen gebeurd natuurlijk in verband met het coronavirus. Dus dan weten jullie dat. In ieder geval, ik ga wel video's maken. En ik zou het echt heel erg leuk vinden als je heel veel leuke ideetjes hier beneden laat. Gewoon in de comments. En dan ga ik de vlog bewerken. En dan komt die hopelijk dinsdag of woensdag online. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!